Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal. We starten het journaal met het goede nieuws. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid is ontslagen uit het ziekenhuis en is weer in thuisisolatie. Hij maakt het wat beter. Dit werd gisteren bekendgemaakt op de COVID-persconferentie. Vorige week werd de minister positief getest op COVID-19. Hij was eerst in thuisisolatie, maar naderhand werd hij op het advies van de medische deskundigen ter observatie opgenomen. De minister maakt het ietsje beter en is al ontslagen van het ziekenhuis en hij continueert zijn isolatie. Dat is de informatie waarop de samenleving wel recht op heeft. En verder moeten we afwachten wanneer de minister ons weer kan joinen om ons gezondheidszorg op een veel hoger niveau te tillen. En we doen dat, dus we blijven timmeren aan de weg. Zoals elke week tijdens de COVID-persconferentie worden de vaccinatiecijfers gepresenteerd en dat willen wij u in deze aflevering niet onthouden. De directeur van Volksgezondheid presenteert de cijfers. Dit is een beeld, dank u, waarbij wij het aantal van ons gevaccineerden zien. Eigenlijk in percentage uitgedrukt. We zien dat van ons doelgroep, dat is de populatie 12 en ouder, hebben we al 52,81% gevaccineerd met minimaal 1 dosis. En daarvan is 43,95% volledig gevaccineerd. Dus We hebben nog een eindje te gaan om die 52, of liever gezegd die 43,95% naar liever 100% te laten gaan. Dus dit is het beeld. En wat werkt nog aan de winkel? Het gaat heel langzaam. Elke keer dat we hier presenteren zien we dat we een beetje stijgen. Maar het liefst zouden we veel meer willen stijgen en zo snel mogelijk een percentage van 80 of hoger willen hebben van ons doelgroep. Op social media is er heel wat reus ontstaan toen bekendgemaakt werd dat de vervaldatum van de batch van het Pfizer-BioNTech vaccin verlengd kan worden naar februari 2022. Het is meegedeeld in een officieel schrijven van PAHO Pfizer. De coördinator van het NCT, Javier Assin, stelde ieder gerust. In een document van de EU werd aan hem meegedeeld dat de vaccins verlengd kunnen worden tot februari 2022. Graag informeren wij u dat op 10 september 2021 een nieuwe houdbaarheid onder ultra-low temperature bewaarcondities is goedgekeurd door de Europese Unie. Ik kan me dat voorstellen. Er staat namelijk ook op de flacons 30 november 2021. Maar er is een officieel schrijven gekomen. De Europese Unie heeft het ook beoordeeld dat de flacons langer houdbaar zijn mits bewaard onder 70 graden Celsius. Dat heeft te maken met, het is ook nieuw, hè? Dus wat je ziet is dat er uit voorzichtigheid wordt aangegeven 6 maanden bewaren en in die periode, tegen 6 maanden aan, gaan we beoordelen of de kwaliteit nog goed is en voldoende is en of het dus dan langer bewaard kan blijven. Dat wordt op een geavanceerde manier bepaald. Ook onze voorraden worden op afstand gemonitord. Dus er wordt voortdurend door Pfizer en door de autoriteiten internationaal gekeken hoe de kwaliteit van je voorraad is en of die voorraad vernietigd moet worden of dat je hem langer kan gebruiken. Dus ik wil iedereen geruststellen, er is niks vreemds aan de hand. Wat wel jammer is dat er niet van tevoren aangekondigd is van oké, het is 6 maanden, het kan langer zijn als we merken dat de kwaliteit nog goed is. En in dit geval, we hebben een officieel schrijven, hoe het bewaard moet blijven wisten we al. Dat we dat hebben gedaan, hebben we ook gedaan, is ook geverifieerd. En we hebben toestemming om het te gebruiken tot eind februari.
Dr. Asin snapt de commotie die ontstaan is op social media nadat bekendgemaakt werd dat mensen het Pfizer-vaccin toegediend kregen als boostershot. Kijk, het is, ik kan me het voorstellen, omdat maar we geven AstraZeneca en Moderna aan de mensen die AstraZeneca hebben gehad. Er zijn een aantal mensen die in het buitenland langer dan 5 maanden geleden 2 maal Pfizer hebben gehad en die krijgen Pfizer. Er zijn ook een aantal mensen die specifieke indicaties hebben, zoals auto-immuunziekte of heel ernstig hart-vaatlijden en die een absolute voorkeur hebben voor Pfizer. En die krijgen ook Pfizer na toestemming van mij en hun behandelend specialist. En dan zijn er inderdaad meer mensen dan alleen die ik net heb genoemd die Pfizer hebben gehad. En dat heeft te maken met flacons die aan het eind van de dag open zijn of die te lang uit de cold chain zijn. Ze moeten onder heel koude omstandigheden bewaard worden. En het alternatief is om ze weg te gooien of mensen die een booster willen op te roepen. En waarom roepen we mensen op die een booster willen? Omdat dat nou de mensen zijn die heel graag een volgende prik willen hebben, een volgende dosis willen hebben. Dus die komen snel om nog voordat het weggegooid moet worden, die dosis te ontvangen. Dat is de reden waarom er enkele mensen, het gaat niet om heel veel mensen, een booster met Pfizer hebben gehad. Voor nationale feestdagen is het uitgangsverbod niet langer vanzelfsprekend van toepassing. Op de vraag als er weer gefeest mag worden op deze dagen, zegt Dr. Asin dat er absoluut niet gefeest mag worden. Hij is wel opgelucht dat deze stap is ondernomen, omdat hij ook ziet dat we aan het einde zitten van de vierde golf. Hij zegt ook dat men zich gauw moet laten vaccineren, zodat we ook de decembermaand zonder totale lockdowns kunnen doorbrengen. Er mag niet gefeest worden, maar er is geen lockdown. En daar ben ik ook heel erg blij om. De reden daarvoor is dat de cijfers inderdaad, de verbetering van de cijfers heeft doorgezet. Het lijkt erop dat we uit de vierde golf gaan komen de komende weken. En dan is er reden om de lockdownmaatregelen minder streng te maken. En in dit geval om geen totale lockdown te hebben op een nationale feestdag. En hopelijk zet het zo door zodat we de decembermaand ook zonder total lockdowns door kunnen komen. Er is natuurlijk wel een zorg die we blijven houden en dat zijn de ontwikkelingen in Europa. Waarin je ziet dat die vijfde golf bij hun wel echt al begonnen is. Ze hebben ondanks hoge vaccinatiepercentage, hoge besmettingscijfers. Dat is overigens niet verbazingwekkend. Dat is logisch dat je na verloop van tijd doorbraakinfecties krijgt. Dat heeft te maken met het virus dat zich veranderd heeft en dat veel sneller deelt. Dat is iets wat we al verwachten. Maar het heeft ook te maken met het feit dat het effect van het vaccin een bepaalde periode aanhoudt. Van tevoren weten we dat niet, maar nu lijkt het erop dat dat 6 tot 9 maanden is voor de meeste mensen. Dit is de reden waarom we zelf hier zijn begonnen met boosters. En we zijn begonnen met ervoor te zorgen dat iedereen, voordat we de decembermaand ingaan, 2 doses heeft gehad. En dan heb ik het over de mensen die zich willen laten vaccineren, of die zich al hebben laten vaccineren. Dus de boosters die zijn er voor 40-plus dialysepatiënten, immuunstoornissen en frontliners. En ik roep echt iedereen op om zo snel mogelijk die booster te halen, want het is niet mooi wat er aankomt. En als je de internationale media volgt, dan zeggen ze ook allemaal dat de enige manier om de ramp te voorkomen is die boosters. Nederland is te laat begonnen. Laten wij niet het voorbeeld van Nederland volgen hierin. En de waarschuwing tijdig in acht nemen, boosters nemen. En er zijn ook een aantal mensen die 1 dosis hebben gehad na een infectie. En die mensen die krijgen nu ook een 2e dosis. Dus ook al die mensen roep ik op om zo snel mogelijk die 2e dosis te komen halen. Wat we verder ook gedaan hebben is de termijn tussen de 1e en 2e dosis van AstraZeneca verkorten van 8 naar 4 weken. Dat betekent dat we iedereen die in december zijn 2e dosis moest krijgen, laten die in november komen. Zodat zij ook de feestmaand dubbel gevaccineerd zijn en beter beschermd zijn voor alles wat er komen gaat. Aan gezelligheid onder gevaccineerden. Aan de protesterenden heeft Dr. Asin een duidelijke boodschap.
Voor zaterdag 20 november is er een protestdemonstratie georganiseerd door een groep mensen dat tegen het beleid met betrekking tot het vaccineren is. Dr. Javier Asin zegt dat het de taak is van de gezondheidsinstanties om de samenleving te beschermen. Wij beschermen de levens van mensen, terwijl de protesterenden de rechten van mensen beschermen. Hoe gevaarlijk is een gevaccineerde voor een niet-gevaccineerde? En dan zeg ik iets wat natuurlijk niet zo populair is onder gevaccineerden. En we hebben natuurlijk de demonstratie van aanstaande zaterdag, 20 november. Kijk, die mensen die beschermen de rechten van mensen. Daar wordt over getwist wat dan de rechten zijn van degenen die zich niet willen vaccineren in verhouding tot degenen die wel gevaccineerd zijn. Maar laat me er dit over zeggen. Wij beschermen de levens van mensen. En het is inderdaad zo dat gevaccineerden een gevaar zijn voor niet-gevaccineerden. En dat is niet omdat de gevaccineerden gevaccineerd zijn, maar het is omdat de niet-gevaccineerden niet gevaccineerd zijn. Als je niet gevaccineerd bent, is het risico veel te groot dat een infectie met een van de nieuwe varianten heel verkeerd voor je afloopt. Dat je op de intensive care terechtkomt of erger nog dat je komt te overlijden. Dit gaat gebeuren in januari en februari. De komende maanden gaan de maatregelen wat losser worden. Er zullen feesten zijn. Dat kunnen we niet tegenhouden. En de handhaving blijkt heel erg moeilijk te zijn. Dus er is in het buitenland al een vijfde golf. En elke golf hebben wij gevolgd na het buitenland. Dus er is een zekerheid dat we een golf gaan krijgen in januari, februari. Die golf gaat, net zoals de vierde erg was, dan de derde erg, dan de tweede. Sorry, die golf gaat erger zijn. Die vijfde golf gaat erger zijn dan de erge golf die we nu hebben gehad. Met het percentage aan vaccinatie in dit land moeten we een tsunami verwachten of moeten we daar rekening mee houden. Ik heb rampengeneeskunde gedaan op eilanden waar er hurricanes voorbij kwamen. Een onderdeel van de voorbereidingen waren lijkenzakken bestellen en koelcontainers. En ik kan u vertellen dat we dat nu ook al gaan doen als het vaccinatiepercentage blijft zoals het nu is. De vijfde golf zal zich als een tsunami aanmelden in januari of februari als de vaccinatiegraad niet snel toeneemt. Dat waarschuwt dokter Asin, die tevens ook rampengeneeskunde heeft gedaan op de Hurricane-eilanden. Hopelijk geven jullie gehoor aan de oproep en laat u zich niet meeslepen door mensen die u willen tegenhouden om u te laten vaccineren. Wees bewust dat grotendeels van de mensen hun eigen belang willen bereiken en niet die van u. Laat u vaccineren is de oproep over heel de wereld en niet alleen in Suriname. Denk aan Tori. Tot de volgende keer met het COVID-19 Journaal. Een fijn en veilig weekend voor u. Jereno, die bal moet weer rollen. A bal moest lolobakken. En daarom is het belangrijk dat voetballers zich laten vaccineren. Nou, DNF op 27 november. Onthoud, 27 november op het terrein van DNF Hartchirurgie VVD. Voetballers vaccinatiedag. Voetballers vaccinatiedag. Dat wordt dat alle voetballer kan contact de spoit, kan contact de prik. Allemaal dat. Je mag zelf je keuze bepalen. We hebben allemaal. Je kan komen voor je eerste, je kan komen voor je tweede, je kan komen voor je booster. Anatrobi kon teka spoiti. Want die bal moet weer rollen. We hebben het niet alleen over voetballers. We hebben het ook over die arbiters, die trainers. We hebben het over jonge voetballers, oude voetballers, senioren, junioren. De veteraan, lek miso. Ukong kon teka spoiti. Meka bal lolopaka. Want we willen weer voetbal zien. We luku TV, we zien alle dentra kompa. Da faf dif ulu. Faf a bal in Saranang. Conteca Spoiti, 27 november. We zijn vanaf 12 uur bezig. Borgopondolaan op het terrein van DNF Hartchirurgie. Ken het Jalin Setema Kandra naar DNF naar Alatraman. Dat we de in staat voor Teca Spoiti. VVD, co-vaccineer, Mekabal Lolo.